We zijn met jeugdvoetbal bezig, dus dan is altijd ontwikkelen het doel. Maar ja, we zijn ook al eigenlijk het laatste jeugdteam naar betaald voetbal. Dus we moeten ook presteren. En als je dat in ranglijsten uit wil drukken, dan willen we eigenlijk dat we volgend jaar weer in de Eredivisie spelen. Nu speel je tegen teams als Ajax, PSV, Feyenoord, andere topclubs. Dus het niveau gaat veel sneller. Jongens zijn fysiek veel groter, sterker. Het zijn echt atleten. En ja, dat was vorig jaar wel iets anders. Maar dat is alleen maar mooi, want je wil je meten met de beste. En dat kan natuurlijk alleen in de Eredivisie. En dat is ook wel weer het mooie. Hè? Kijk, als je op dit niveau speelt, dan worden eigenlijk fouten meteen afgestraft. Of zijn meteen een kans waarin eigenlijk iedere speler weet van oei, dit hebben we niet goed gedaan. Dus ik kan je een lijstje van 10 leermomenten geven als je dat zou willen. Dan heb je heel veel ervaring natuurlijk in het betaalde voetbal. Hoe breng jij die eigen ervaring over op die jongens? Nou ja, door ook wel een beetje na te denken hoe jouw beleving was toen je zelf 18, 19 was. Nu ben je eigenlijk al veel wijzer door 15 jaar voetbalervaring. Kijk, en dat moet je wel meenemen, maar je moet ook wel weer in de gaten hebben hoe die jongens eigenlijk denken. Nou ja, en hoe ze zich soms voelen, druk of niet bijvoorbeeld. Dus daar probeer je wel die jongens mee te helpen en eigenlijk van advies te voorzien. Wat hoop je over te kunnen brengen op die jongens? Mijn visie, denk ik. Mijn bagage, wat ik denk wat bij de club past. Ik weet denk ik wel aardig hoe de club in elkaar steekt en wat voor spelers je bij nodig hebt om die paar procent per jaar door te laten stromen. En daar wil ik mijn steentje bijdragen en ze flink op de flikken zitten. Het was direct aanpoten? Ja, het was een zware wedstrijd. Zeker tegen een topclub als Feyenoord. We hebben het goed gedaan, 2-0. Laatste minuut geven we nog een goaltje weg. Was een zware wedstrijd, maar ja, dat hoort erbij. Is flink aanpoten voor ons, maar we hebben redelijk goed stand gehouden vandaag. We hebben voldoende momenten gehad waarin we mee konden. En eigenlijk ook, ook fases waarin we beter waren. Nou ja, Feyenoord is top in Nederland. Dus dit biedt perspectief.